Deze week is het Nationale Vredesweek. In de Valkhofkapel wordt onder andere voor de vrede gemediteerd. Ook op scholen wordt aan vrede gewerkt, met de Week tegen het Pesten. Op basisschool Adelbrecht Windekind in Groesbeek vertellen de kinderen van groep 7-8 over hun ervaringen met pesten. Ik ben vroeger eigenlijk wel gepest en dat voelde eigenlijk heel stom, want ik was vriendinnen met een meisje en die had ADHD en die werd zelf ook heel erg gepest. En omdat ik daar vriendinnen mee was, werd ik dus ook gepest. Maar eigenlijk ben ik wel gewoon vriendinnen met ze gebleven. Vroeger heb ik wel eens kinderen geplaagd. Maar als ik ook echt merk dat ze het niet leuk vinden en ze vinden het echt irritant, dan hou ik er op zich ook wel best snel mee op. Als je ziet dat iemand gepest wordt, kan het soms moeilijk zijn diegene te helpen. De meeste kinderen uit de klas zouden actie ondernemen als ze zien dat er iemand wordt gepest. Vaak wordt er een volwassene bijgehaald. Ik ga niet gelijk actie ondernemen, ik zou het eerst tegen de juf zeggen. Ja, ik zou tegen de juf zeggen of er naartoe gaan en zeggen dat ze moeten stoppen met pesten. Ik zou in principe wel helpen, maar in principe doe ik dat ook niet altijd. Ik zou als eerst naar de juf gaan. Of als de juf niet binnen bereik is, zou ik dan tegen degene die pest zeggen van hou er even mee op. Want je ziet ook dat diegene het niet leuk vindt. En ook vragen van zou je het zelf leuk vinden als jij gepest wordt. De gepeste is natuurlijk het slachtoffer. Maar ook degene die pest zit vaak niet lekker in zijn vel. Heel vaak pesten pesters omdat ze het zelf eigenlijk thuis niet zo goed hebben. En dan, zeg maar, dan pesten ze kinderen zodat ze hun boosheid een beetje daarop kunnen afwerken, zeg maar. Het zou kunnen dat de pester bang is dat hij zelf wordt gepest. Of dat hij zichzelf ergens voor schaamt of zo. En dat hij dan stoer probeert te doen. En zelf andere mensen gaan pesten zodat ze bang voor hem worden. Mediteren zorgt ervoor dat leerlingen beter in hun vel zitten. De groep van juf Erlijn probeert het uit. Met succes! Mediteren is natuurlijk niet de meest voor de hand liggende manier om pesten tegen te gaan. De kinderen vinden het wel wat zweverig.